Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van donderdag 4 februari. Otto van Diepen, oud-burgemeester van Amstelveen, is maandag 1 februari op 83-jarige leeftijd overleden. Van Diepen was van 1984 tot 1997 burgemeester van Amstelveen. Hij maakte in verband met zijn pensioen plaats voor Harry Kamphuis. Toch betekende dat niet het einde van zijn burgemeesterscarrière. Na Amstelveen werd hij nog benoemd tot waarnemend burgemeester van Oostzaan, Beverwijk en de nieuwe gemeente Weidemeren. Otto van Diepen kan worden geschetst als een statige burgemeester die het burgemeestersambt op een behoudende, maar daarom niet minder aanwezige manier inkleedde. Een uitslaande woningbrand vanmorgen op de Faustlaan in Amstelveen. De brandweer was snel ter plaatse en kon uitbreiding voorkomen. In één keer er kwam een hele mist kwam er eigenlijk bij ons voor mijn raam voorbij. Ik dacht eerst dat het ging sneeuwen of wat er aan de hand was. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Dus ik kijk. En ik liep de deur uit. De vlammen kwamen daar echt meters het dak uit. Ik ben gauw in de film gedoken. Ik denk, nou ja, en kijken of er hulp geboden kon worden. Nou, dat hoeft er gelukkig niet, want ze waren er zo snel bij, gelukkig. En het is schrikken. Die mevrouw die daar woont, ik loop wel vaker met haar, met de hondje. Die was gelukkig niet thuis. Die was met de hondje aan het wandelen. Dat is dan wel weer een gelukje bij een ongeluk. Maar dit maakt toch weer eens duidelijk hoe snel brand kan ontstaan, hè? Er is niemand gewond geraakt? Zover ik heb begrepen niet, nee. Alleen, ik denk dat die woningen mooi gerenoveerd kunnen worden. Maar voor de rest, super zoals die jongens allemaal reageren van de ambulance en de brandweer. Echt, mogen ook wel weer eens een vette pluim hebben, toch? Wethouder Brandes van Welzijn vindt dat gemeenten die dat willen meer statushoudende vluchtelingen kunnen huisvesten. Nu is dat een wettelijk bepaald vast percentage van het inwonersaantal. Maar in Amstelveen wordt de druk op de woningmarkt wel erg groot. De gemeente Amstelveen heeft 150.000 euro extra gegeven aan vluchtelingenwerk Amsteland. Waarom? Omdat wij de komende jaren een aanzienlijk hogere taakstelling vanuit het Rijk krijgen over het te plaatsen statushouders in Amstelveen. Hoeveel komen erbij? Nou, minimaal 190, maar gezien de situatie in de wereld en ook die verwachtingen, dat hebben we al uitgesproken, het zou wel eens kunnen gaan stijgen naar 300 statushouders die naar Amstelveen komen. Die vluchtelingen die komen, statushouders moet ik zeggen, in sociale huurwoningen terecht, hè? Betekent dat andere mensen geen huurwoning kunnen krijgen, sociale huurwoning? Het afgelopen jaar ging het om 50 woningen. En in 2016 verwachten wij dat het ongeveer 70 woningen zullen zijn. Kunnen we natuurlijk nooit helemaal van tevoren zeggen. Want we weten niet in welke samenstelling de statushouder in Amstelveen geplaatst wordt. Ik heb al de laatste tijd meerdere malen aangegeven dat de druk op de woningmarkt erg hoog is. Specifiek op de sociale huurwoningmarkt. Ik heb ook al meerdere malen gepleit dat ik vind dat we in Nederland zouden moeten kijken naar een andere verdeling van het toewijzen van de statushouders. Ondanks dat wij het in Amstelveen, en dat past ook bij Amstelveen, altijd netjes hebben gedaan en geen wachtlijsten hebben, is het natuurlijk steeds lastiger om te verkopen dat andere mensen langer moeten wachten. Of het nou medisch urgenten zijn, maar ook gewoon als iemand thuis zit en al 12 jaar op een wachtlijst staat. Ja, in de beleving van de mensen is het natuurlijk altijd zo dat dan statushouders voorrang hebben. Ja, dat komt doordat wij een taakstelling hebben vanuit het Rijk. De minister wilde vanaf, hè, Stef Blok, van die voorrang. Ja, er is op dit moment in Den Haag eindelijk, zou ik zeggen, iets gaande om eens te gaan kijken van hoe we naar die toewijzing zouden moeten gaan kijken. Stef Blok heeft daar iets over gezegd, waardoor de gemeentes iets meer ruimte krijgen om zelf die weging te kunnen gaan doen. Kijk ook eens naar andere gemeenten. In Amstelveen is het tot nu toe goed gegaan, maar de druk op de sociale woningmarkt is enorm groot. Wat stelt u dan voor? Nou ja, er zijn ook gemeenten die wel degelijk hebben gezegd, wij kunnen nog extra statushouders plaatsen. En als wij extra statushouders mogen plaatsen, dus niet via de starre verdeling van inwoneraantallen, dan kunnen wij net wel onze dorpsschool openhouden. En dan kan wel onze buurt super blijven draaien. En dan trekt de werkgelegenheid weer in gebieden aan. Wij zien er mogelijkheden in om met de regio, maar ook vooral landelijk bij andere gemeenten, om die verdeling eens een keer echt goed onder de loep te nemen. 2 weken geleden gebeurde op dezelfde plek ook al een ongeval. Vandaag was het wederom raak aan de Groen van Prinsterlaan bij de afrit van de Beneluxbaan.
Aanvankelijk zou er bij het ongeval sprake zijn van letsel. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. 2 weken geleden gebeurde er een soort gelijk ongeval op precies dezelfde plaats. Of het verband heeft met elkaar is nog onduidelijk. In de Brusselflat in Uithoren raakten gisteravond 2 mannen slaags met elkaar na een flinke ruzie. De politie kwam erop af en hield beide mannen aan. Een van de mannen gaf zich echter niet zo makkelijk over. In een poging van de politie om de boel te sussen kregen de agenten geen gehoor. Daarom werd besloten beide heren aan te houden. Een van de 2 verzet zich echter hevig. Er moest zelfs pepperspray aan te pas komen. De 2 verdachten worden vandaag voorgeleid. De Week van de Poëzie is gisteren officieel afgesloten. Voor stadsdichter Matthijs den Hollander is het echter altijd de Week van de Poëzie. En daarom komt hij vandaag wederom met een bijdrage. Welkom op deze Dag van de Poëzie. Onze eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. En onze stadsdichter zal een gedicht voordragen in de hoop dat het u inspireert vanavond tijdens het debat. Aan jou het woord. Dames en heren, live vanuit de gemeenteraadsvergadering Amstelveen. We hebben haast, want er staat veel op de agenda. De Poëzieweek 2016 is in volle gang. En gisteren nog was ik met mijn bootje aan het varen. Dat bootje heb ik laten opblazen en ik wilde oversteken van de oever naar de noodopvang om de oversteek te kunnen maken. Dingen lopen altijd anders. Mensen hebben mij geholpen het bootje op te blazen die fel tegen de vluchtelingen waren. En iemand heeft mij opgevangen die ook fel tegen de vluchtelingen was. De dingen lopen altijd anders. En daar gaat ook uw regering lokaal over. Kent u dit nog? Il était une fois à l'entrée des artistes. Un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendant de moi une phrase magique. Je lui dis simplement si j'étais président. Als u allemaal president zou zijn van deze lokale regering, dan zou u uw discours schrijven en vers et en musique. Het loopt namelijk altijd anders, want ik leef en daarmee neem ik een risico, hoewel mijn geboorte er al was, voor ik daarover kon beslissen. Ik denk dus toch dat ik naar de diepte van mijn bestaan moet gissen. Net als u, beraadslagers in dit Sanhedrin. Hoe is het u overigens vergaan met uw Amstelveen gevoel? Ontbrak het u soms even aan de zin en sprong u toen inderdaad in de poel? U heeft dat advies ter harte genomen met wat koudwatervrees, jawel. Maar het zwembad aan de poel gaat er komen. Stel je voor, wat een giller de voltallige raad die hand in hand op 1, 2, 3 voor een bommetje gaat. Maar goed, even terug. Wie met wat geestkracht observeert, gaat dus zien dat dezelfde dingen anders hetzelfde zijn. Kijk naar deze UFO, deze raadhuizenzaal van Amstelveen. Die verwijst ernaar op tal van plekken als in een Da Vinci-code. Neem de ster hier op de vloer. Die schiet in een bliksemschicht om u heen. En waar zijn de bodes? Staan jullie voortaan even op de stip? Het is niet niks, ik weet het, als jullie het doen. Ieder begin van de vergadering even een dans op Breakthrough the Silence van Martin Garrix. Tot slot, vliegende Hollanders. Heel Randwijk luistert intens met u mee. Dank u allen voor uw nijver werk. Volg uw buitenaardse droom niet langer gedwee. En maak deze heerlijke stad en al haar nieuwe mensen als dat eigenwijze heerlijke zwijn zo sterk. Veel plezier bij de vergadering. Het Amsterdamse Bos. Een prachtige plek voor liefhebbers van de natuur, maar ook voor romantici, volgens onze verslaggevers Roos en Daniel. Het is alweer bijna 14 februari, oftewel Valentijnsdag. De dag dat heel veel stelletjes elkaar de liefde verklaren. Maar wat nou als je single bent? En waar ontmoet je dan nieuwe mensen? In het bos, toch? Oh? Thank you.
is voor u het meest romantische plekje in het Amsterdamse bos? Dat is hier op de bosbaan. Als je hier zit in de zomers en de zon gaat naar beneden toe, je ziet allemaal mooie kleuren. En dan kan je hier lekker zitten. Hiervoor bij het water? Bij de waterkant, ja, ja. En als u verder het bos in wandelt, heeft u al favoriete plekjes? Er zijn zoveel mooie plekken in het bos, waar je kan lekker vrij, lekker zoenen. Prachtig. Hier in het Amsterdamse bos is een heel leuk plekje. Je kunt lekker zitten met kleine kindertjes, met al die geitjes, dus dat is toch enig. Daar werd het bruggetje en je hebt er helemaal achterlangs ook zo'n paadje met willigen erlangs. Dat vind ik ook een heel mooi plekje. Wat is er zo romantisch aan het Amsterdamse bos, zeker nu er geen blaadjes aan de bomen groeien? Nou, ik ben natuurlijk als boswachter van het Amsterdamse bos een beetje bevooroordeeld. Ik vind het bos in alle seizoenen mooi en ook in de winter is het gewoon leuk. Omdat je gewoon altijd wel weer leuke dingen ziet als je met oog voor detail door het Amsterdamse bos loopt. En het is lekker om gewoon lekker koud te worden en dan daarna weer op te warmen binnen. U zegt leuke dingen zien. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Nou, ook het bos in de winter is gewoon mooi. En bijvoorbeeld, er zijn winterpaddenstoelen. We hebben laatst weer aan de zuidkant van het bos hele mooie rode paddenstoelen gevonden. De krulhaar kelkzwam genoemd. En dat is een heel fleurig klein rood paddenstoeltje. En dat verschijnt in januari. Mooie kleur ook, rood met Valentijn. Ja, dat is een Valentijns paddenstoeltje zou je het kunnen noemen. Over Valentijn gesproken, 14 februari is de Valentijnswandeling. Wat houdt dat precies in? Nou, we hebben altijd al een meeting point iedere dinsdag, iedere eerste dinsdag van de maand. En dan kunnen mensen die het leuk vinden, die kunnen dan hier ontmoeten om een uur of één. En dan kunnen ze voor 1,50 een wandeling lopen. Die is uitgezet door een collega boswachter van mij. En dat is meestal een kilometer of 7, dus echt een lekkere stevige wandeling. En na afloop kan je dan wat drinken, koffie of thee in de boswinkel. Nou, aan dieren is het natuurlijk zo dat als je met een grote groep loopt, dan zijn dieren over het algemeen houden zich een beetje verborgen. Maar wat je wel goed kan zien is bijvoorbeeld de buizerd. Die vliegt boven wat hoger in de lucht en die maakt een soort katachtig miauwende geluiden. En prachtige vogel om te zien. Nou, voor de rest kan je de hazen natuurlijk tegenkomen. Ja, ook een beestje wat natuurlijk een beetje schuw is. Dus het is niet zo dat hij uit de hand eet. Maar op dit moment is het wel zo'n beetje maart, begint de rammeltijd. En dat houdt in dat ze achter elkaar aan gaan jagen. En dan heb je best kans dat je ook hazen tegenkomt. En de vos hebben we tegenwoordig ook best wel in het bos lopen. Dus naast romantisch is het eigenlijk ook een hele spannende wandeling. Ja, het kan heel spannend zijn. Als je oog voor detail hebt en Oké, leuk. Dan kom je terug om de dieren te bekijken die je nog niet hebt gezien. Vanavond is het eerst droog, maar in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen. De temperatuur komt niet lager dan 7 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Vrijdag overdag is een herhaling van donderdag. De dag begint grijs met regen of motregen en in de middag drogere periode. De zuidwestenwind wordt matig bij een middagtemperatuur van 10 graden. Dit was het RTVA-nieuws van donderdag 4 februari. Voor meer nieuws kunt u altijd een kijkje nemen op onze website rtva.nl. We zijn er morgen om 7 uur weer, dan onder meer met het weekoverzicht. Graag tot dan.